Dit is nieuws, een nieuwsuitzending waarin wij de draad oppakken bij het boek Rulers of Evil van Frederik Tupper Saucy. Jurk Kliesman heeft aan mij al gevraagd van gaan we dat wel weer doen? En dat heb ik een beetje geprotesteerd dat ik zei van ja, ik wil liever de Bijbel lezen, want het leest veel makkelijker. Nou, dan nam Jurk Kliesman natuurlijk geen genoegen mee, dus we pakken het gewoon weer op en we zijn gebleven op pagina 40. En wat dus ook gebeurd is, we zouden om 7 uur vanavond begonnen zijn en het is nu 7:45. En heel erg vreemd, Jurk Kliesman die kan wel skypen met zijn vriend, ik kan ook skypen met mijn vriend, maar wij kunnen niet skypen met elkaar. Rara, hoe kan dat? Ja, het zal wel een internetstoring zijn, niks om je druk over te maken. En nu hartelijk welkom, heer Kliesman. Merci voor die inleiding. En ja, het is dus mijn aandringen bij wijze van spreken dat we verder gaan op Rulers of Evil, ja? Ja. Zoals ja. Jij dat hier voor de toeschouwers laat blijken. Yes. Ik hou niet daarvan werken te beginnen en ze niet af te maken. Ja. En als wij in het begin erover gesproken hebben, ja. Jij was alleen begonnen met Rulers of Evil, ik had dan voorgesteld laat ons dat samen doen, is toch veel leuker. Uh-huh. Jij hebt erop ingespeeld, we hebben dat gedaan. Ja. Maar dan vind ik, dan moet je zoiets ook ten einde zetten. Of daar ja. Nu protest van de toeschouwers komt of niet, dat maakt mij niet uit. Ik doe dat niet voor toeschouwers, ik doe dat voor de Heilige Geest. Mm. Dat deze dingen, die zeer gebaseerd zijn op de waarheid, want we meten alles aan de Bijbel, naar buiten komen en dat mensen de kans hebben om door de voorhang van de leugens te kunnen gaan kijken ja. En achter de schermen kunnen gaan zien. En daarvoor is een boek als Rulers of Evil echt belangrijk. Ja. En of dat we dan nu direct een reactie op krijgen, of dat in 25 jaar, als we allebei al lang dood onder de grond liggen, iemand daarop klikt en daar iets aan heeft, dat maakt mij niet uit. Ja. Als het dan maar is, dan is het in Gods handen daar iets mee te doen. Ja. En ik vind gewoon dat wij dat moeten afmaken. Ja. En als ik daarop mag inhaken, tuurlijk. In het boek Samuel, het Oude Testament, daarin heeft koning Saul, de eerste koning die helemaal niet mocht van de profeten, die heeft toen een dingetje niet afgemaakt. En dat kostte hem zijn kop. Het is erg belangrijk. Je mag van alles beginnen, maar je moet goed weten dat je het af moet maken. Op een of andere manier. Maar het moet voor je klaar zijn. En wij maken dit af tot aan de laatste pagina. Zolang we nog ademhalen en gemberdrank hebben. Ja. Oké, zal ik het eerst even... zal ik deze gelijk in het Nederlands... Ik heb dit voorbereid, hè? Ja. Maar moet je me even helpen? Fox Clamantis, wat was het ook alweer? Ik zal het even een stukje in het Engels doen. A subtle provision in Fox Clamantis transferred most Templar estates to the estates to the Knights of St. John of Jerusalem, who took possession after King Philip's death. In Germany and Austria, the Templars became Rosicrucians and Teutonic Knights. The Teutonic Knights grew strong in Mainz, birthplace of Gutenberg's press. 6 centuries later, as the Teutonic Order, the Knights would provide the nucleus of Adolf Hitler's political support in Munich and Vienna. Schoon, ik moet altijd zo lachen op die manier hoe dat jij Engels spreekt. Doe je dat met opzet? Doe je met opzet zo kneuzig? Ja. Je kunt dat toch beter? Ja, kijk, mijn dochter, hè, die kan dus echt Brits en American. Ik zat trouwens laatst op het terras. Er waren allemaal jonge mensen kwamen om ons heen zitten. En de voertaal was Engels. En die meisjes, die spraken gewoon echt van het Amerikaans, wat je bij, weet je, dat heeft die Hannah Montana en zo. Weet je, die rare Amerikaanse tv-programma's, daar spraken ze gewoon letterlijk. Ja. Ja, ik wil dat niet pretenderen. Ik ben gewoon een Nederlander en ik heb eigenlijk best een klein beetje hekel aan Engels. Ja, hekel, dan heb je het al.
Ik vind het eigenlijk niet zo'n mooie taal. Maar daarom dus, hè. Maar waar gaat het nu al? Wat is Vox Clamantis? Want Vox is stem of zo, hè? Ja, Vox is stem en Clamantis is oorlog, blijkbaar. Want het staat er, op de top van de pagina staat er Vox Clamantis tussen haakjes War Cry. War Cry, ja. Dus dat wil zeggen uitroepen tot oorlog. Ja, op 22 maart 1312 heeft antichrist Paus Clemens V de Knights Templars opgelost met zijn decreet Vox Clamantis. Dus dat is de naam van dat decreet, een pauselijk encyclical waarschijnlijk. Het is een verzoek om oorlog dus. Dat noemt dus War Cry, Vox Clamantis, War Cry. Ja. Dus de schreeuw naar oorlog. Ja. 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 Dat heeft waarschijnlijk allemaal een beetje daarmee te doen dat onder andere ja de pauselijke bol met die de Jesuiten in werking gezet geweest zijn, noemt Regimini Militantis Ecclesiae. Hm. Wat niks anders wil zeggen als de kerk in oorlog. Ai. Nou, dan weten we ook gelijk, jullie luisteraars samen met mij, waar al die oorlogen vandaan komen. Goh, wat leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Al die oorlogen komen uitsluitend van de Vaticaan. Ja. En daar zijn nooit andere oorlogen geweest. Precies. Alle oorlogen, als je ze tot op de basis neergaat, zijn religieus, met religieuze achtergrond. Waarom zou de ene koning tegen de andere koning ingaan? Die hebben allebei een koninkrijk, zijn allemaal tevreden. Ja. En wat zeggen de Jesuiten in hun eed? Als je ziet dat er twee landen zijn die, prosperen, die dus goed doen in de kunsten en in de economie en alles erop en eraan en die het goed gaat en die in vrede leven, ja, dan ga jij daarheen en dan zaaide jij. Ja. Dan zaaide jij oorlog. Het is echt zo eenvoudig eigenlijk, hè? Ja. We hebben een Duitse gezegde dat de mens niet in vrede kan leven als zijn duivelse buren het niet wil. Ja? Es kan de beste mens niet in vrede leven wenn zijn Nachbar dat niet wil. Zo was in die richting is dat Duitse gezegde. Ik krijg het er al niet meer bijeen. Ik zou ook mijn moeder moeten vragen hoe dat precies kan, als hij dat nog weet, maar het speelt geen rol. Ja, maar Den punt is gewoon van, als je als buurman de Vaticaan hebt, dan kun je met niemand die in vrede gaan leven, omdat die altijd onvrede sticht tussen jou en iedereen met die je in vrede wilt gaan leven. En waarom doet hem dat? Omwille van dat de Vaticaan het orgaan van de duivel is en de duivel haat mensen. Want de mensen werden geschapen van God in het aangezicht van God. En dat haat de duivel. Ja. Yep. Dat is gewoon totaal waar. Even terug naar die tekst die, die ik net zo mooi heb opgelezen in het Nederlands-Engels. Ja. Heb je dus de Templars, dat noemen wij de Tempeliers. Ja, de Tempeliers, ja. En ik heb jou verteld dat ik echt een echte Tempelier ken. Die heeft ook echt zo'n pak. En hij heeft mij ook verteld dat hij dus een nacht mag overnachten. Bij het koningshuis. Nou, hij mag zo naar Soest gaan. Of waar zitten ze tegenwoordig? Hè? Een knok-knok, want hij is tempelier. Dat bestaat dus echt, hè? En die man die heeft mij verteld dat hij in Afrika zat. Ja, waarom eigenlijk? Maar goed, hij zat in Afrika. En er was het een en ander misgegaan. En iedereen wilde naar huis. En ze hadden geen eten meer. En toen zagen ze de apen boomschorsen lostrekken en die maden opeten. Nou, zo is hij thuisgekomen. Ja. Nou, leuk is dat om tempelier te zijn, zeg. Kan je lekker maden eten. Lekkere verse maden. Ja, die zit vol met proteïnes, hè. en Rosicrucians. Dat zijn Rosicruisers. Ja, daar ken ik er twee van, hè. De ene, dat was mijn leraar luchthygiëne en verontreiniging. Maar dan praktisch. En met hem heb ik ontzettend leuke experimenten gedaan. Ik heb voor hem gewerkt. Dat was in die zure regentijd. Had hij heel leuk gedaan. Was een hele aardige man. En jij eet dan geen pindakaas.
Maar hij, en daarom had ik ook die pindakaas voor jou meegenomen. Hij zei van, kijk, deze pindakaas, daar drijft de olie bovenop. Daar zitten geen, hoe heet dat ook alweer, congluaten, nee. Maar een of ander spulletje doen ze erin. En dan vermengt die olie zich met die vaste stof. Maar hij zei, je moet dat spul niet hebben. Je moet gewoon die gemalen pinda's hebben. Die zijn wel lekker. Alleen, dan krijg je dat die pindaolie bovenop komt drijven. En ja, die moet je wel een beetje door je potje heen malen. Dat was een hele aardige man. Hoor. En daarna kwam ik een Rozenkruiser tegen. En die heeft echt tegen mij gezegd, het zijn een stelletje eikels. Die is jarenlang, hier op de Velpenweg zit zo'n tempel of zo. Onder de belofte van, ja, als je maar lang genoeg meedoet, dan krijg je de echte boeken te lezen. Nou, na het zoveelste boek dacht hij echt van, ja, wat kan je nog meer? Nog een boekje. Van, ja, als je maar je best doet. En dan gaat die andere bibliotheek voor je over. Ja. Ken jij Rozenkruisers? Tempeliers? Persoonlijk, nee. Nee, persoonlijk ken ik er geen. En ik ben er ook niet onblij om. Maar ik ben er ook niet onblij om dat ik ze niet, dat ik je wel kan. Nou ja, ik vind het natuurlijk jammer van die mensen dat ze zo teleurgesteld zijn in het boek. Ze hadden gewoon de Bijbel moeten lezen. Ja, dan ben je voorlopig nog niet uitgelezen. In plaats dat je hier lid wordt van de algemene bibliotheek met de meest geheime geschriften. En waar gaat het over? Bottom line. Luciferianisme en seks. Of wel andersom. Ja, maar altijd één van de twee. Ja, of allebei. En de Teutonic Knights, wat weet jij daarvan? Want daar weet ik wel wat van over te zeggen hoor. Daar weet ik in feite niet veel van, maar dat is een Duitse ridderorde. Vandaar de Teutonen zijn een Duits volk, mm-hmm. of Germaans volk, laat ons maar zeggen. Mm-hmm. En daarvan afgeleid zijn de Teutonische ridders. Mm-hmm. Ja. Kijk, wat moet ik daarvan weten allemaal? Dat zijn allemaal van de Vaticaan gecontroleerde ridderordes. Ja. Dat zijn allemaal militaire ordes. Uh-huh. Dus die hebben niks anders te doen als geweld te zaaien en te brengen waar ze gaan en staan. Mm-hmm. En ze hebben niks met de Bijbel te doen. Dus ik moet al die verschillende ordes niet kennen. Als ik alleen al weet dat iemand zich een ridder noemt, dan weet ik al genoeg. Mm-hmm. Snapte? Yep. Even dan terug naar de term Teutonic, staat er hier. Teutonic. Teutoons, zeggen wij op zijn Nederlands. Mm-hmm. Dat is de taal der reuzen. De Teutoons als taal, hè? Mm-hmm. Dat heeft die katholische, weet je nou, van In the Name of the Rose. Hoe heet die man nou? Sean Connery. Ja, dat was de acteur, maar de schrijver. Die was hoe heet die nou? Oké, schiet me zo er binnen. Maar die heeft een mooi boek geschreven. En het heette Op zoek naar de perfecte taal. Op zijn Engels heb ik dat gekregen van mijn leraar die bij de Jezuïeten zat. Maar van hem kreeg ik dat. Op zoek naar de perfecte taal. Umberto Eco. Ik ben hem weer. Ah ja. Mm-hmm. Ook van dat andere boek, wat ik niet uitgelezen heb, want toen ik bij de Jezuïeten geweest was, las ik weer zo'n boek van Umberto Eco, maar zo'n roman. Ik denk, ja, je zit alleen maar op te scheppen met dingen die je gehoord hebt bij de geschiedenisles. Dat kan iedereen. Mm-hmm. Maar anyway, hij heeft al die talen op een rijtje gezet. En het Latijn, dat sabelt hij als eerste af. Want dat kan niet de perfecte taal zijn. Die vent is mij al direct wat sympathiek. Ja. Ja, ik bedoel, en kijk, dat is ook het probleem natuurlijk van Satan. Dat hij houdt dan misschien niet van mensen. Maar er zijn mensen die houden wel van mensen. En die willen wel de waarheid spreken. En Umberto Eco met een, hoe heet dat ding ook, de slinger van Foucault. Hè? De pendulum of Foucault? Foucault's pendulum of zo. Maar in ieder geval, dat boek vond ik echt te erg voor woorden. Maar dat boek over op zoek naar de perfecte taal. Het komt er uiteindelijk op neer dat hij twee talen overhoudt. De ene taal is het boek der veranderingen. Dat is het oudste, om die reden ook, het is het oudste boek. Het is een bepaalde taal die erin staat. En het andere is Teutoons. En wat is Teutoons? Nou, dat is Diets of Nederlands. Maar dan niet met D en DT, maar dat is gewoon wat je wil zeggen. Hmm.
Dat was de tol van die grote lu. Dat is een leuke grap die ik laatst verzonnen heb. Van ja, kijk hier in Nederland. Want wij zijn een van de. Wij zijn eigenlijk het langste volk van de wereld, hè? Gemiddeld gesproken. Maar dat moet ook, want we zitten onder de zeespiegel. Ja. Nu gaan we door. En die ridders, die zouden de nucleus van Adolf Hitler, zijn politieke ondersteuning zijn in München en Wenen. En dat is eigenlijk het ergste, dat is misschien wel de allerergste waarheid die hierin staat. Dat wij maar al die, dat we nooit gezien hebben hoe Adolf Hitler in elkaar zat. En al die arme Joden. Nu mag jij hoor, ik moet even ademhalen. Ja, we hebben nooit geweten hoe dat Duits in elkaar, hoe dat Adolf Hitler in elkaar zat. Natuurlijk niet. We krijgen dat ook niet geleerd. Wij krijgen ook niet geleerd dat de Spaanse dictator Franco op de doodsdag van Adolf Hitler een naroep van hem in een Franse krant heeft openbaar gemaakt. Dat kun je nalezen in het boek van Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, die verborgene Geschichte der Jesuiten, dat ik momenteel in Deutsch en Engels aan het lezen ben. Mhm. En waar ik nog een beetje vast zit met mijn zevende video, ik moet beginnen, dat ik ga dat boek nu compleet in Deutsch afmaken eerst en dan in Engels, want ik wil beginnen aan die 2000 bladzijden drie Bande Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Dus dat wordt ook allemaal niet van Adolf Hitler verteld. Adolf Hitler was van geboorte aan een katholiek. Hij is nooit van de Romeins-Katholieke Kerk geëxcommuniceerd geweest. Nee, helemaal niet. Concentratiekampje hier, concentrationslagertje door. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Iedereen die niet accepteert dat de katholieke priester met de 5 Latijnse woorden tussen aanhalingstekens hocus pocus, hoc est enim corpus meum, Jezus Christus uit de hemel tovert in een klein stukje brood dat hij in de handen houdt. Iedereen die dat niet gelooft, die wordt van de kerk levendig verbrand, wordt geëxcommuniceerd, maar Adolf Hitler, die zogezegd 6 miljoen Joden op zijn geweten heeft, die wordt niet geëxcommuniceerd. Als men zich dan iets stilletjes aan begint te vragen van, is die Romeins-Katholieke Kerk misschien toch niet de Kerk van Jezus Christus? Exact, ja. Dan begint men zich dat nooit af te vragen. Dan is men gewoon blind. En weet je, dat blind zijn, Perry. Daar zijn veel mensen die krijgen een brief, die rijden te hard, ze worden geflitst, dan krijgen ze een brief van de politie thuis en ze doen de brief niet open omdat ze schrik hebben om te lezen wat daarin staat. Mm-hmm. Maar de inhoud van de brief verandert niet door hem te lezen of niet te lezen. Hè? Mm-hmm. Dat noemt men ignorantie. Die mensen zijn gewoon ignorant. Die zeggen van, ik heb het niet gezien. Als ik het niet gezien heb, dan tankeert het mij niet, dan doet het mij niks. Ja. Dus ik ben wel te hard gereden, ik heb die brief gekregen, ik doe die brief niet open, dan gebeurt er ook niks. Ja. Zo zijn ze met de Romeins-Katholieke Kerk. Ik zie al de bewijzen dat de Romeins-Katholieke Kerk niet de kerk van Jezus Christus van de Bijbel is. Ja. Maar ik kan gewoon mijn ogen sluiten en het maakt me niet uit en ik kan verder doen zoals ik mijn leven lang al gedaan heb. Want zo erg zal het wel niet zijn. Ja. Oké, zal ik weer even met mijn mooie Engels de volgende paragraaf pakken? Alsjeblieft. Ja. En nu ga ik proberen om een beetje netjes Engels te praten. The Edinburgh Lodge would become the headquarters of Scottish Rite Freemasonry, which Masonic historians call American Freemasonry, because all but 5 of the signers of the Declaration of Independence are said to have practiced its craft. In Spain and Portugal, the Templars became the Illuminati, in whom Iñigo had taken membership at Manresa,
and Knights of Christ. Ik moet even zo dadelijk op terugkomen. It was under the red pate cross of the Knights. I can't help it. Yes. I'm sorry. I'm sorry, Perry. I'm trying. It was under the repetition. Come on. Let me finish. Als je zo'n taal zo afslacht, dan gaat niemand u serieus nemen. Dan denken ze, dat is hier een comedische uitzending. Alleen, moet hier en daar eens niet dat geef ik toe. Hallo, oké, even terug naar dat, voordat we weer oppakken. Maar met Umberto Eco, dat boek In de Naam van de Roos. Hè? Ja. Daar ging het er dus over, dat er binnen de Rooms-Katholieke Kerk waren er twee serie geschriften. En die leiden tot reiniging. Catharsis heet dat op zijn Grieks. Hè? Dat je schoongewassen bent van je zonden. Nou, en het ene, en die boeken hebben ze allemaal bewaard. En die boeken die gaan over het drama. Dus het drama, dus als je maar genoeg drama ervaart, dan word je vanzelf gereinigd door het drama. En in dat boek van Umberto Eco stond dus de these dat er dus ook een aantal boeken waren. En die gingen over de humor. En waarin er stond van ja, de humor, dat werkt net zo goed. En die boeken juist hebben ze dus vernietigd. Dat is het thema van In de Naam van de Roos, van Umberto Eco. Goed, ik ga wel lekker door. Dus paté hebben we niet goed uitgesproken. Of the Knights of Christ that Columbus had taken possession of what he called Las Indias. For King Ferdinand V of Spain, grandfather of Inigo's discreet patron, Charles I and V, the Holy Roman Emperor. Wacht, ik heb het eruit gekregen. Nou, nu mag jij. Ja, wat moet ik daar niet over zeggen? Ja, wat is hier gebeurd dan? Hè? Want er was dus die Illuminati, The Edinburgh Lodge would become the headquarters of Scottish Freemasonry, which Masonic historians call American Freemasonry, because all but five of the signers of the Declaration of Independence are said to have practiced its craft. Dat is dus gewoon een bevestiging dat de zogezegde Gründungsväter, is dat Duitse woord? Founding Fathers is the English word. Hoe zeg je dat, de Vloms? Stichtende Vaders, ja. Ja, dus ik hoop dat de mensen nog begrijpen wat we willen zeggen. Ja. Die oprichters van de Verenigde Staten van Amerika, dat die dus in feite allemaal masones, vrijmetselaars waren en ja. in dergelijke fraternities, verenigingen, of hoe men dat zegt. Ja. Broederschappen. Dat is allemaal geen geheim. Kijk, de katholieken hadden een heel zware stand in protestants Engeland op dit ogenblik. En ze hadden een heel zware stand in de kolonie van de Verenigde Staten van Amerika, omdat de katholieken mochten geen openlijke mis uitvoeren, ze mochten geen openbare ambten bekleden en alles. De katholieken waren, bij wijze van spreken, onderdrukt, ja. Om de heel simpele reden, omdat die mensen die naar Amerika gingen, gevlucht waren van de katholieke oppressie in het oude heilige Romeinse Rijk in Europa. Ja. Omdat die mensen vluchten van de inquisitie, van de achtervolging. Ah, ja. En ze gingen naar Amerika, omdat ze daar dat wilden uitoefenen wat de Bijbel hun zegt wat ze moeten uitoefenen. Namelijk, de Bijbel als uw geweten, als basis van uw geweten, zegt u dat je gewetensvrijheid hebt. Dat je vrijheid hebt van te spreken. Ja. Dat je vrijheid hebt van verzameling. Ja. Al deze rechten die ze in Amerika toen hadden, die zijn een doorn in het oog van de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. En de Romeins-Katholieke Kerk heeft met alle middelen geprobeerd om
deze abtrünnige, zeggen we in Duits, een heel schoon woord waar ik het Nederlands niet voor ken. Abtrünnige? Ja, abtrünnige, ja. Om deze kolonieën, dus af te splitsen van Engeland. Omdat ze Engeland niet onder hun controle konden krijgen. Dat hebben ze al geprobeerd in 1588 met de Spaanse Armada. In 1605 met de Gunpowder Plot enzovoort. Okay, en ze hebben maar geen voet in Engeland gekregen. Dus ze moesten voet in Amerika krijgen. Maar dat konden ze ook niet onder de noemer van de katholieken. Dus zelfs met hun Jesuitenorde is dat niet gelukt. Dus hebben ze iets anders gebruikt. En dat zijn vrijmetselaars. Yes. En de vrijmetselaars worden aan de top ook gecontroleerd van de Zwarte Paus. Met andere woorden, van de generaal van de orde van de Jesuiten. Tom Fres heeft het een keer heel schoon in woorden gevat. Tom Fres heeft een keer gezegd, vrijmetselarij is de protestantse arm van de orde van de Jesuiten. Ja, precies. Dus het is het idee van de Jezuïeten gericht op de protestanten. Het is een manier om de protestanten in een geheime organisatie in te krijgen, ja, in een secret society, hè, wat de vrijmetselaars zijn, om die daarin te krijgen met het gedachte van dat ze aan hun protestantisme kunnen blijven vasthouden. Daarom, als je vrijmetselaar wordt, als je daar dan moet je op een Bijbel zweren dat je in God gelooft. Maar dat moet niet de God van de Bijbel zijn. Je mag in een der welke God geloven. Ook al is het jezelf die je tot God maakt, dat maakt allemaal niet uit. Als lang als je maar niet in de God van de Bijbel gelooft. Je mag in Lucifer geloven, je mag in Satan geloven, je mag in Allah geloven, je mag in Krishna geloven. Je mag in geloven in wat dat je wilt, als lang als je maar niet in de God van de Bijbel gelooft. Exact. Dat is vrijmetselarij. Dat is... Uiteindelijk is het vrijheid de vorm van religie. Weet je, de Romeins-Katholieke Kerk, als die ergens voorstelt, we moeten vrijheid van religie gaan krijgen, gelijk ze dat gekregen hebben in 1776 in de Verenigde Staten van Amerika. Vrijheid van religie betekent voor de Romeins-Katholieke Kerk alleen de vrijheid om Romeins-Katholiek te mogen zijn. En al de achterdochtige superstitious en weet ik veel hoe je dat allemaal noemt in Vlaams, rituelen en tradities van de Romeins-Katholieke Kerk te mogen uitoefenen. Dat betekent vrijheid voor religie voor Romeins-Katholieken. Voor die betekent niet vrijheid van religie dat iedereen het recht heeft zijn eigen geloof te kiezen. In 2008, op den ogenblik als de paus toen in de Verenigde Staten van Amerika was, om de 200ste verjaardag te vieren, van de diocese van Baltimore, opgericht door John Carroll, is op EWTN, dat is het eeuwige katholieke internetnetwerk, televisie, met alles erop en eraan, bra bra bra, een interview geweest van David O'Reilly, die toen de speaker daar was, met een of andere bishop, en ik weet dat van Tom Fress, want die heeft dat het verschillende keren gezegd. En die mens heeft gezegd, dat is een Romeins-Katholiek, een bischop, die heeft op de televisie gezegd, niemand heeft het recht, zijn eigen religie te kiezen. Dat is het standpunt van de Romeins-Katholieke Kerk. Want als je iets anders kiest als de Romeins-Katholieke Kerk, dan zijn je geen onderdaan van de paus. Maar de paus zegt... Wacht, mijn geloof, ja. 1302. Wij zouden ook in nog de volle Unam Sanctam zegt hem, het is absoluut noodzakelijk voor de verlossing van iedere menselijke creatuur om onderdaan van de Romeinse pontif te zijn. Mm-hmm. Ja? Als je dat niet bent, dan ben jij anathema. Dan ben je vervloekt. Dan zijn je van de Romeins-Katholieke Kerk geëxcommuniceerd. Iets wat ze zelfs met Hitler nog niet eens gedaan hebben. Dat zeiden jij voor de Romeins-Katholieke Kerk. En als je dat bent, voor de Romeins-Katholieke Kerk, dan is het een kanonsrecht. Mm-hmm. Geen moord als iemand jou vermoordt. Het is zelfs een
En ik zou dat woord moeten opkijken wat dat in Vlaams betekent. Jo. Meritorious work. Ja? Meritorious, ja, ja. Een zielvrede verschaffend werk, een verlossend werk. Het verdient je zelfs punten om uit het vaargevuur te komen. Als jij iemand doodt die officieel de Romeins-Katholieke Kerk niet herkent. Als jij dus een ketzer bent. Als jij een zogenoemde heiden bent voor de Romeins-Katholieke Kerk, ja. Een heiden. Niet in de Bijbelse zin. Ja. Een ketter trouwens, dat komt van het woord Qatar. Dat waren de Qataren. Dat was de Albigensers op zijn Engels, volgens mij. Nee, en de Qataren zijn dat volk dat van Carthago. Dat was een hoofdstad in Noord-Afrika. Nee. De Qataren, dat kan ik nu opzoeken, maar de Albigensers, die zijn afgeslacht, hè, door de kerk. Ja, de Albigensers en de Waldensers, ja. Ja, en de Albigensers op zijn Nederlands, die heten de Qataren. Ah ja? Ja, en dat is het Griekse woord. Want, ik heb het net gehad over catharsis, we hebben het al zo gelachen, weet je wel. En dat is een reiniging. Die noemden zichzelf de zuiveren. Mm-hmm. Dat waren de Qataren. Dat was even tussendoor. Gewoon een weetje. Een weetje voor jou. Zullen we deze pagina afmaken? Want anders... Ja, natuurlijk. Ik wil wel echt de volgende keer gaan we gewoon weer Bijbel lezen. Dat is veel leuker. Dat is gewoon veel leuker, man. Kom op. Nee, pas op. Ik zal niet zeggen dat het veel leuker is. Interessant voor wetentjes zijn natuurlijk ook deze dingen. Weet je, Perry? Ja. Mensen zeggen... Geschiedenis herhaalt zichzelf. Aha. Dat probleem is, als die idioten de geschiedenis niet kennen, hoe gaan ze dan weten wanneer zich iets herhaalt? Ja. In de Bijbel staat het al, in andere woorden, er staat al, er is niks nieuws onder de zon. Staat in andere woorden erin, maar het staat zo in de Bijbel erin. Ja. Er is niks nieuws onder de zon. Met andere woorden, alles is er al eens geweest. Het draagt gewoon eens een andere naam. Ja. Een andere kleur. Daar kan ik één ding tegen inbrengen. Dat kan je zeggen over het kwaad. Wat altijd hetzelfde is. Het goede daarentegen, dat raakt gehard. En dat gaat er tegenin. En we hebben het de vorige keer gehad over de smalle weg. Je kan niet zomaar een kant op lopen, want dan loop je in het mitrailleurvuur. Maar je moet je weg zien te vinden. En daarvoor moet je relatie hebben, je persoonlijke relatie met Christus Jezus. En ja, niet dat ik ga jou gaan vertellen wat je moet doen, maar je voelt het zelf wel. Als je erachter bent. Nou, kunnen we ze echt afmaken, want het is nog de ene alinea met twee pagina's. En zijn we op pagina 41, ja? Ja, ik kan je ook niet keer lezen als je dat misschien niet. Ja, precies. Ja, want jouw Engels is beter. Hè? Ja, precies. Hoe wordt dit aan mijn Engels te luisteren? Ik kan niet zeggen, je hoort me nooit niet zeggen dat mijn Engels beter is. Maar dat kan jou echt aanzetten tot lachen. Ja. Oké, okay, dan kom op. Nu mag jij. As early as August of 1523, as I have hypothesized in the previous chapter, this vast yet fragmented subterranean empire, Roman Catholicism's unseen root system binding together the world, belonged to Inigo de Loyola. His spiritual dynasty, which continues to this day, would use this system to cause God-fearing men who hated the papacy to perform, without realizing it, exactly how the papacy wanted them to. Yeah, but what of Inigo's education? His rise in academe is the subject of the next chapter. That is probably called Medici Learning or something like that. The Fingerstroke of God. Ja, oké. Okay. Schitterend kapitel. Daar moeten we echt onze tijd voor nemen. Ja. Dat is Hoc est Digitus Dei. Ik heb daar zo van genoten als ik dat gelezen heb in mijn originele lezing en in de Duitse lezing dan in Herrscher. We gaan een cliffhanger maken. Ik pak even die pagina erbij met die tekening van Frederik de Persorsi. Waarin hij dus laat zien hoe... daar zit iemand op zijn knieën. Oh ja, dat is precies. Paulus de Derde, die verklaarde... Voor Paul de Derde.
En hij legt zogezegd zijn plan uit voor de compagnie. Ja, nooit niet vergeten, dat is een militaire orde. Ja. Een compagnie, ja, de maatschappij van Jezus. Deze plan die hij de paus voorlegt, dat is de eed van inductie. The fourth oath of induction. De vierde eed van de Jezuïten. Yep. Die eed heeft Paul de derde overgehaald om de Jezuïten als orde toe te staan. Want hij heeft al enkele jaren voor 1540 naar de paus aan zijn deur gaan kloppen en gezegd van, hé paus, ik wil hier een orde stichten, de Jezuïten, en ik wil Jeruzalem voor jou terug gaan halen. Ja. En de paus heeft gezegd van, dat willen zo vele mensen al, ga maar terug naar huis, mijn jongen, slaap dan nog een keer over. Yes. Aber, en Inigo heeft daarover geslapen en hij is teruggekomen. En hij is teruggekomen met die eed van de Jezuïten. Hij is teruggekomen met de Monita Secreta. Met de constitutie van de Jezuïeten. Ik vind die Ignatius en, de Loyola, vind ik zo'n viespeuk. Hij is dood. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar, dat is echt erg. Maar goed, de andere kant. Mensen zitten ook te kijken naar de Hunger Games. En Game of Thrones. En iedereen wordt afgeslacht. Dan kan je dit soort bagger toch ook gewoon aanschouwen. Maar even over hoc est digitis dei. Hoc est digitus dei. Digitus dei, ja. Hoc est digitus dei. This is the fingerstroke of God. Dus God aait met zijn vinger ergens overheen. Meer, meer, meer. Dat wordt een hele mooie, want daar gaan we het zo dadelijk over hebben. We hebben een uur gedaan bijna. Is het al zo ver? Ja, ik denk het wel. We zijn rond 8 uur begonnen. Ik hou altijd zo speet. Nou, wat hebben we gelachen. Ja, man. Ik ja, zie lachen moet ook eens een keer. Jazeker, maar dat is heel belangrijk. Want gaat, mijn hele lichaam gaat lekker vibreren. Ik heb ook, ik weet niet of je dat gehoord hebt over dat ik mijn dochter Nina voorlas van Martin Heidegger en dat zij dus buikpijn kreeg van het lachen. En dat ze me smeekte om op te houden. En ik had er al echt jaren, urenlang voorgelezen. Mm. En wel een glimlach of af en een snatertje of een proest. Weet je. Maar deze keer met Martin Heidegger, nou, daar kwam ze echt niet doorheen. Ik vind het, en dat is. Dat is ook mijn fijne constatering dat iedereen verklaarde mij voor idioot dat ik zonder meer vooral de parabelen van Christus Jezus onmiddellijk accepteerde. En dacht, dat is mijn broer. Die moet dezelfde vader hebben als ik. Dat kan niet anders. Want die las mij de les. En iedereen zei dat ik idioot was. Ja, toen ging ik bij de Jezuïeten en dan kreeg ik Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, moet je zeggen. En Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger. Ja, die zeggen hetzelfde hoor. Alleen logisch onderbouwd. En Christus Jezus die flopte dat uit zijn mouw of zo. Hè? Dus was hij de enige geboren zoon van God. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik ga naar de afronding toe werken. Wil jij nog wat zeggen, mijn lieve vriend? We hebben maar één pagina gelezen misschien, maar dat is een zeer belangrijke pagina. En ik zal de mensen gerust aanraden om pagina 40 in dat boek nog niet te gaan lezen, waar we juist overgegaan zijn. Die combinatie van deze zogenoemde Illuminati, als we in de voorlaatste paragraaf kunnen gaan lezen, de ridders van Christus, Knights of Christ, en dan ook natuurlijk dan later in de laatste alinea lezen we van de Freemasons en daarvoor dus ook van die vrijmetselaars, al deze geheime organisaties. Mm. Jongens, als er een geheime organisatie is, dan dient die altijd maar één persoon. Mm-hmm. En dat is de duivel. Alles wat Jezus doet en alles wat Jezus deed, is in het openbaar. En hij zegt het ook in de Bijbel. En hij gaat, als hij terugkomt, alles wat in het verborgen gedaan geweest is, aan het licht brengen. Heel mooi gezegd. Ene keer je participeert in een, tussen aanhalingstekens,
geheime gezelschap. Dan heb jij iets geheim te houden voor de Heer der Heren. Voor Jezus Christus. Ja. Anders kun je niet in een geheime gezelschap samensferen. En als jij iets geheim houdt voor Jezus Christus. Als je iets geheim houdt voor God de Vader. Die deze wereld door Jezus Christus geschapen heeft. Als je die iets wilt vooronthouden. Dan zijn je nog niet de wijzeste mens der aarde. Want die God die alles geschapen heeft, die weet alles. Die weet yeah. alles wat in het verborgen ligt. Yeah. Je kunt voor hem yeah. niks verbergen. Yeah. Je kunt proberen je te verbergen yeah. onder een berg. Je kunt proberen een zogenaamde dump, deep underground military bases, weet ik wat, in de aarde te graven. En te zeggen van, en daar brengen we de tijd onder. Dat zal God ons niet vinden. Yeah. Die vindt u. Yep. Want die kent dat allemaal als zijn broekzak, om het maar een keer in deze simpele woorden te zeggen. Ja, je hebt wel een mooie Nederlandse term gekozen. Ja. Je kunt niks voor God verbergen, want God heeft alles geschapen waar je iets in wilt verbergen. Hij heeft jou geschapen, of dat je dat nu graag hebt of niet, of dat je het accepteert of niet. Je mocht 1000 keren denken dat je van de apen afstamt. Maar God heeft jou gemaakt. Wat jij gelooft bepaalt niet wat waar is. Maar God bepaalt wat waar is. Dus kun je beter tot God je bekeren. Tot de Vader en zijn Zoon die hij gestuurd heeft om voor jouw zonden hier op aarde te sterven. En je daarmee zijn broer te maken. En ervoor te zorgen dat je op die manier voor de Vader kan staan. Man, wat een goede preek. Nou, ik pak hem even over. Ik praat nog even zo dadelijk na, hoor, met Jurk Liesman. Zo doen we dat altijd even. Dit was een verschrikkelijk moeilijke uitzending. Met al die internetstoringen. Want we weten dus bijna zeker dat ze via Skype lopen. Ja, weet ik veel. Maar we vinden alweer een ander kanaal. We hebben weer een mooie opname gemaakt. Jurk kon niet meekijken. Maar jullie wel. Je hebt al mooi die pagina's gezien van het boek van Frederik Tepper-Sorsi. Een en al narigheid. Maar gelukkig, Jurk en ik, wij leven van de lucht, zullen we zeggen. Wij zijn blij met wat we hebben. En ik ben ontzettend blij dat ik in hem een vriend heb in Jezus. En dat ik ook met hem gewoon over Jezus kan praten. Zonder dat mensen zeggen, Jezus, je hebt het weer over Jezus. Erg fijn. En heel fijn dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En op zijn Hamburgs, maar dan op zijn Amsterdams Hamburgs, zag ik tjus. Dat klonk wel goed. En dag lieverds.